Hallo Sjors. Hallo. Hier zitten we met allemaal certificaten die jij allemaal hebt behaald. Mm-hmm. Voor een hele bijzondere sport. Nee, het is geen sport. Denksport. Mm-hmm. Want in maart ben jij het rekenwonder van de wereld benoemd. Tenminste, jij hebt gewonnen in een rekenwedstrijd. Dat klopt. Hoe ging dat? Het is gewoon mijn juf die zocht toen contact met mijn moeder. En die vroeg mijn moeder toen of ik mee wou doen met die wedstrijd. Ik zei ja, dat vind ik wel leuk. Dus toen ik ging zo eerst een proefwedstrijd doen om te kijken of ik wel gewoon geschikt ben om mee te doen met die wedstrijden. Toen vonden ze dat ik gewoon, dat ik het goed deed. Dus toen mocht ik gewoon kwalificatiewedstrijden doen. En vanaf toen ben ik gewoon naar de finale gekomen en vond ik gewoon die wedstrijd blijkbaar. Ja, want het is allemaal online. Mm-hmm. En wie organiseerde deze wedstrijd? Deze wedstrijd die ik toen won, dat was Alberto Cotto. Hij heeft ook vroeger meegedaan aan die wedstrijden. En heeft 14 keer in het Guinnessboek gestaan. 14 keer? Mm-hmm. En jij hebt het over een juf die woont niet in Nederland? Nee. Wil je daar wat over zeggen? Die woonde eerst in Syrië, dus voordat ik die wedstrijden deed. Maar toen won ik dus in wedstrijd. En toen werd zij uitgenodigd en ik ook om naar Dubai te gaan. Maar ik ging toen niet, omdat het gewoon niet zo heel erg efficiënt was voor mijn school en zo. Want hoe oud ben je nu? Ik ben nu 13 jaar. Wanneer ben je begonnen met het rekenen? Toen ik 11 jaar was, 2-3 jaar geleden. En hoe ging dat dan? Ontdekte je, ik kan goed rekenen? Ik kon goed rekenen. Maar toen, mijn moeder zat gewoon te praten met een oude vriendin van haar. En toen ontdekte mijn moeder dat die vriendin ook gewoon hier les in gaf. Dus toen, vanaf toen ging ik gewoon meedoen met die lessen. En zo ben ik mee gaan doen met die wedstrijden en zo. En nu ben ik gewoon hier. Ja, maar je bent begonnen met een abacus, zo heet het? Ja, dat is gewoon dit ding. Bijvoorbeeld, dit zijn allemaal vijfjes, maar dit is gewoon een speciale, want hier heb je twee vijven. En dit zijn allemaal één. Dus gewoon die onder zijn, dat zijn allemaal eentjes en dit zijn vijf. Ja. En dat heb je nu niet meer nodig? Nee, want dit ding heb ik nu gewoon in mijn hoofd zitten. Dus ik weet gewoon hoe ik dat moet gebruiken in mijn hoofd. Maar naast, want hier ben je bekend met plus en min. Mm-hmm. En nu doe je ook uitbreiding. Deel en zo, ja. Delen en vermenigvuldigen. Mm-hmm. Dus je kan je allerlei dingen vragen en jij weet het antwoord. Maar ik zou liever hebben dat... Dus dat ik het gewoon zou doen, dat ik het zou kunnen doen met mijn juf. Ze kunnen daar een voorbeeldje van krijgen? Ja. Inmiddels hebben we contact met jouw juf. Kun jij haar iets vragen dan? Hoe gaat het dan in zijn werk? Hallo, can you tell us something for George? We are here to interview him about his proof of mathematics. So now we would like to see how it works. Okay, so let's start. 3, 2, 1. I'm ready now. You have to be ready. Yes, I'm ready. 2, 1, 1, 5, -4, 2, 1, 1, 5, -15. Answer is? 0. Okay, well done. 6, -1, 2, 1, 1, -4, 4, -5, 5. 12. That's great. Now, 9, -4. 4, -5, and 4 again. 9. That's a good job. Let's move to the 10th amendment. And I will ask you to concentrate more. Yes. 24. Mm-hmm. Ready, George? Mm-hmm. 24, 25, 15, -94. Answer N. 0. Okay, 24, 25, 15, -94, -4, and 10. -1. 9. And 15. And I'll add 50 also. 59. That's perfect. Let's go to 100. And I'm going to ask anybody who wants to write any number and he shows up to me. So we will show them the techniques that we're depending on that we can discover that number, whatever it is, without George seeing that number. Okay, that's great. George, let's go. Yes. Okay. Mm-hmm. Okay. So 94. -44, -40, -10, -99, -36. Answer is 63.
Well done, well done. Thank you so much. Nou, nu hebben we gezien hoe dat dan gaat met je docent. En we hebben echt het bewijs gekregen dat je super snel kan rekenen. Mm-hmm. Maar ik zie wel dat je een klein beetje met je vingers beweegt. Wat doe je dan met je vingers? Kijk, dan beweeg ik deze dingen een soort van in mijn hoofd. Dus bijvoorbeeld als ze zegt 15, dan, dus dan haal ik eentje van deze naar beneden, want dat is dan 10. En dan doe ik hier ook nog 5. En zo werkt dat eigenlijk. Ja. Dit is 5, 10 en dan heb je hier 100 en dan heb je hier 1000 en zo gaat het dus door. En je zei dat je vader ook een beetje kon rekenen? Jawel. Ja? En je moeder? Ja, kijk, die kan ook wel rekenen. Mijn vader is best wel goed in wiskunde. Oh, in wiskunde? Ja, niet echt in rekenen, in wiskunde is hij meer goed. En welke school zit jij? Spinoza 21st in Amsterdam. En daar heb je nu ook wiskunde? Ja. En hoe gaat dat? Ja, dat gaat wel goed. Want wiskunde is toch weer net anders dan vermenigvuldigen en delen. Wiskunde is echt meer met wortels en zo. Ja, dat is ook best wel moeilijk. Maar dat is de mm-hmm. volgende uitdaging voor je. Jawel. Maar nu hebben we in Nederland ook nog een oude, Willem Bouwman. Mm-hmm. Die is al 86, dat is het rekenwonder. Ja, maar... Ken je hem? Nee, maar ik ga hem wel ontmoeten nu. Je gaat hem ontmoeten? Mm-hmm. Hoe is dat in zijn werk gegaan dan? Hij zocht toen contact met... Hij is gewoon met ons op via een krant. Die stuurde mijn vader toen een e-mail. En sindsdien werden we uitgenodigd om een keer koffie bij hem te drinken. En hij wil me toen gewoon vragen stellen en zo. Dat is wel heel bijzonder, twee rekenwonders bij elkaar. Mm-hmm. En hoe zie je verder nog de toekomst? Het is misschien wel te vroeg, want je bent nog maar 13. Maar zie je zelf al iets doen met al dat rekenen? Ja, kijk. Dus ik zou later wel misschien gewoon hier ook gewoon les in kunnen geven. Dat is wat die vrouw nu ook doet. Dat kan ik misschien later ook doen. Of gewoon voor de leuk een keer. Gewoon, dus gewoon kinderen die mij hulp geven. Ja. En staat er dan nog een wedstrijd gepland? Ja, nu in Duitsland heb ik een wedstrijd. Dan ga je er live naartoe? Mm-hmm. Want alle wedstrijden die waren toch allemaal nog online? Ja, maar deze is gewoon in Duitsland. Dus deze kan ik gewoon naartoe. Wordt dat dan de eerste keer dat je naar zo'n wedstrijd gaat? En hoeveel mensen komen er op zo'n wedstrijd af? Bijvoorbeeld met deze was het toen dus gewoon echt meer dan... 5000 of een paar duizend. Maar met die weet ik het niet, want we krijgen nooit gewoon echt gewoon die aantallen. Maar het zijn wel veel mensen. Internationaal? Mm-hmm. Ja. Nou, spannend. Ja, kijk, dat is net als met deze met Taiwan. Dat zie je ook gewoon die landen die allemaal hebben meegedaan. Oh ja, en Taiwan is natuurlijk ook online geweest. Want ik ging toen niet naar Taiwan. Nee. En die beker, die heb je dus gewonnen, het laatste wedstrijd? Ik had toen die beker. Die kreeg ik toen met deze medaille. En hoe heb je die beker in het bezit gekregen? Ik zou toen naar Egypte moeten gaan. Maar een vriend van mijn moeder die ging hem toen halen. En toen stuurde hij hem op hierheen. Dankjewel. Is het nou dat je echt elke dag bezig bent met rekenen? Ja, want je moet wel een beetje blijven oefenen. Zodat je ook gewoon dus die dingen gewoon goed kan blijven hebben. Betekent dat je dagelijks? Ja. Dus ik zit gewoon elke dag misschien gewoon een half uurtje gewoon te oefenen met dit. En hoe vaak heb je contact met je docent? 2-3 keer in de week. Krijg ik nog gewoon een uurtje les. Dus of gewoon een uurtje herhaling. Nou, dankjewel voor al deze informatie. Mm-hmm. Het is heel bijzonder. En we gaan nog wel van je horen. Mm-hmm. Mijn moeder wil ook nog even bij toevoegen. Dat bijvoorbeeld de rekenmachine en zo. Dat ze niet zo vaak worden gebruikt bij ons in het thuis. Of niet?